deze gigantische vuilnisbelt. Is level 52, hè. 52. Is intens hoor, jongens. Is heel intens. Maar, oh, we slopen hem in één keer met deze grondaanval. Het is namelijk een critical hit. Hij is in één keer kapot. Yo, Nintendo fans. Hop zegt, dit is het. Dit is het moment. We mogen naar de kampioenschappen. Maar we maken even een uitstapje. Naar de Isle of Armor. Ja hoor, daar zijn we. Oh ja, en als we hier voor de eerste keer komen, dan komen we natuurlijk haar tegen. Hallo mevrouwtje. Ja, en het was helemaal niet de bedoeling dat wij de nieuwe student waren voor de dojo. Wat een mooi eilandje, hè. Met al die slowpokies. En dat is ook precies de reden waarom we hier zijn. We willen natuurlijk Slowpoke nog even gaan evalueren naar Slowbro. Want aan Slowpoke hebben we de laatste tijd niet zo heel veel gehad. Omdat hij gewoon nu een beetje achter begint te lopen op de rest. Hij is een beetje slow. En we moeten nu tegen Vanipede. Nou weet ik niet welke levels deze Pokémon zijn. Ik hoop dat ik het ga redden. Oh. Level 10. Ja, dit kan zelfs mijn Slowpoke nog wel aan. Oké, ik dacht misschien zijn zij allemaal level 60. Maar omdat wij de story waarschijnlijk nog niet uit hebben gespeeld, zijn zij heel laag level of zo. Bedankt voor de 12 XP. Dan nu, Slowpoke tegen Slowpoke. Alleen mijn Slowpoke is een paar leveltjes hoger. Ja, dit was een spannende battle. Doe alvast een blauw duimpje omhoog voor deze spannende battle. En vergeet niet te abonneren. Want dat, ja, dan heb je elke dag Nintendo video's op je bolle beeldbuis. Of op je telefoon. Dat is geen bolle beeldbuis, maar... Heb je in ieder geval elke dag Nintendo-video's. Clara, ik ben hier eigenlijk alleen maar om takkies te gaan verzamelen. Want ik wil mijn Slowpoke evalueren. Oh, en als we hier toch zijn, gaan we waarschijnlijk ook even een nieuw Pokémonnetje vangen. Oké, ik ga hier richting dit gras. En dan hebben we hier een Bunnelby. Ja, of was deze er ook al? Jigglypuff. Ja, moeten we maar Bunnelby gaan vangen. Daar heb je helemaal niks aan. Ik gooi gewoon gelijk een Pokéball. Hè? Hebben we helemaal niks aan een level 10 Bunnelby. Maar hé, ja... Omdat we toch maar één Pokémon mogen vangen op elke route. En dat moet dan de eerste Pokémon zijn die we tegenkomen. Gooi ik toch maar een Pokéballetje. Wat zeg ik nou de hele tijd Bunnelby trouwens? Het is Bunnelby natuurlijk. Ah joh, lijkt op elkaar. Mijn Diggersby was natuurlijk een Bunnelby. Kijk, een Rockruff, dat had veel leuker geweest. Een Rockruff. Die wil je gewoon wel echt aan je team toevoegen. Oké, we moeten dus op zoek naar... Deze dingetjes hopelijk. Ja, een Galarica Twig. En hier moeten we er dus 8 van gaan vinden. En die liggen over het algemeen bij boompjes in de buurt. Oh ja. En natuurlijk moeten we ook alle Diglets gaan vinden. Voor deze Diglett broeder. Maar dat gaan we nu niet doen. Oh, maar daar krijgen we ook Pokémon van. Maar ja, die mogen we niet gebruiken, want dat zijn gift Pokémon. En dat hoort niet echt bij een Nuzlocke Challenge. Dus even kijken of hier nog een takkie ligt. Ja, kijk, nog eentje. Lekker. Zo, even mijn fietsie veranderen. Kijk, lachen. We hebben even een nieuw fietsie. Ligt hier nog een takkie? Oh nee, dit is een Diglett. Hallo, ik ben op zoek naar takkies. Ik ben de tak, meneer. En ik vind een appel, een appeltje. Nee, ik wil geen mushroom, ik wil appel. Nee, geen appel. Takkies. Kijk, hier hebben we er weer een. Hey, ja hoor jongens, hier vliegt hij. Mijn favoriete Pokémon, Scyther. Yo man, what up? Oké, ik heb hier mijn 8e Galarica Twig. En dan moeten we even het juiste eilandje gaan zoeken hier in de Workout Sea. En volgens mij was dat eiland een behoorlijk eindje die kant op. Ik weet niet meer precies welk eiland het was. Het zou wel eens dit eilandje hier al kunnen zijn. En het zou inderdaad dit mevrouwtje kunnen zijn. Hallo? Oh nee, bij haar kan je al de base stats van je Pokémon verwijderen. Nee. Jou moet ik niet hebben. Was het dan daar? Ja, volgens mij was het daar. Hier lag ook nog een itempie. TR43 Overheat. Zou ik die kunnen leren? Zou één van mijn Pokémon een vuuraanval kunnen? Nope. Ja, kijk. We moeten haar 8 Galarica Twigs geven. En dan maakt ze een Galarica Cuff voor mij. En daar gaan we dan, jongens. Jullie vragen hier al 10 afleveringen om. Evalueer alsjeblieft je Slowpoke, Rick. Doe het nou, doe het nou. Ga naar de Isle of Armor. En ik dacht, maar Pokémon op de Isle of Armor zijn veel te sterk. Maar dat valt gelukkig mee. En we hebben Galarian Slowbro. Ik heb niet voor Slowking gekozen. Ik pak gewoon Slowbro. Daar is die, jongens. En laten we even zijn stats gaan kijken. Oh, hij wil gelijk een nieuwe move leren. Shell Side Arm. Je ziet wel dat zijn special attack enorm omhoog is gegaan. Want zijn special attack was nog heel laag.
die is heel erg omhoog gegaan. Dus nu worden moves als Psychic en Shell Sidearm ook echt interessant. Maar ik denk dat ik Yawn nog wel wil houden. En ik denk dat ik Slack Off ook wil houden. Dus dan ga ik toch Zen Headbutt weghalen. Terwijl mijn attack eigenlijk hoger is dan mijn special attack. Maar Psychic is weer net iets sterker. Dus ik denk dat het wel aardig in balans is. Zen Headbutt gaat weg. Shell Sidearm leren we. En als we hier naar de stats kijken, heeft hij volgens mij iets van 20 speed erbij gekregen. Echt heel veel defense. Heel veel, want dat was echt maar 60 volgens mij. En special defense heeft hij ook 20 erbij gekregen. En bij attack heeft hij er ongeveer 30 bij gekregen. En special attack ongeveer 20 volgens mij. Of nee, special attack ook juist heel veel. Want die stond ook nog maar op 50 of 60. Dus hier zijn we wel mee vooruit gegaan. Nou, laten we eens even gaan proberen hier tegen een Sneasel. Hier is de move Shell Sidearm. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Maar dit was nog niet echt een tegenstander. Ik durf die Beartic alleen niet uit te dagen. Die Beartic die lijkt me net iets te heftig. Oh, huh? Dit is een Beartic in het gras. Oh, die is level 44. Oké. Okay. Beartic die doet gelijk resty, denk ik. Ik ga gewoon gelijk slapen, joh. Hè, ik ben full HP, maar ik ga gewoon gelijk slapen. Dit is wat Shell Sidearm doet. En die poisont de tegenstander dus ook. Doet hij niet altijd, maar dit is wel heel nice. En ik heb nu een quick draw ability. Dat betekent dat hoe langzaam Slowbro ook is, hij soms gewoon als eerste mag aanvallen. En dat was nu het geval. Dus nee, dan nakken we deze Beartic. Oké. Zijn ability is nice. Die nieuwe move is nice. Hij gaat gelijk een level omhoog. Alleen zijn speed is niet zo goed. Maar voor de rest ziet het er nu wel echt een stuk beter uit. Oké, guys. Zullen we gaan proberen om BD te verslaan? Go, Shardy. It's your birthday. Ik kan gewoon niet tegen BD. Ik vind hem zo'n rare dude. Want daar zijn ze allemaal, jongens. En we denken nu dat we natuurlijk tegen een gym leader moeten gaan vechten. Dus wij gaan het terrein op voor de ceremonie. En Leon is er natuurlijk ook bij. Kijk, ze staan, jongens. De basis. Kaboe. Jij hebt twee van mijn Pokémon kapot gemaakt. Wist je nog? Ik zou willen dat ik nu weer tegen jou moest battelen. Dan zou ik je helemaal slopen, vriend. Ik wil wraak nemen tegen Kaboe. Maar ik mag niet tegen Kaboe. En ik mag ook nog niet tegen Nessa. Want ja... BD die wil weer even stoer doen. Hey, ik ben er, BD. En ik wil een tweede kans en tegen Nuzzy vechten. En als ik verlies, dan stop ik als trainer. Let's go, BD. Let's do this. Kom maar op met je Mawau. I win Mawau, I win Mawau, I win Mawau, I win Mawau. Oké, sorry. Ik stop alweer. Ik word gewoon enthousiast als ik Mawau's kont mag schoppen. Oké, nu stop ik met stoer doen. Want straks loopt hij een Pokémon van mij. En dan ben ik weer helemaal niet blij. En dan gaat alles weer fout. In ieder geval denk ik dat het niet fout gaat tegen Mawau. Want ik kan Earthquake. Hij overleeft het wel. Heb jij Mawau snoepjes gegeven of zo? Waarom overleeft hij dit? Ik krijg een Play Rough op mijn bakkes. En dat betekent dat mijn attack ook naar beneden gaat. En hij doet een Full Restore. Je gaat gelijk ook nog meer snoepjes geven aan je Mawau. Ik vertrouw jou voor geen meter, BD. Dat heb ik nooit gedaan. Maar nu al helemaal. Niet meer. Hier, deze voor je, Mawau. Dat is nummer 1, jongens. Lekker. Nu, Gardevoir tegen Persecutor. Let's do this. Kom op, Persecutor. Doe je best. Ik wil je niet kwijt. Ik heb je getraind voor dit moment. Dit is jouw moment, Persecutor. Hier leef jij voor. Gardevoir is alleen wel sneller. En Gardevoir doet Calm Mind. Dus die gaat zichzelf lekker boosten. In ieder geval de special attack en de special defense. Maar wij doen een beroep op haar defense. En het is klaar. Het is klaar. Dan kan je je special attack en je special defense boosten. Maar ik pak je gewoon met een physical attack. Ik ga niet wisselen. Ik hou het lekker bij deze Pokémon. Ik hou het bij Persecutor. Ja, hij is alleen wat sneller. Het is alleen niet very effective. Super chill. Iron Head erbovenop. En Rapidash is ook gone. Lekker. Oké. BD heeft nog één Pokémon en het gaat supergoed. Yes, weer geen Pokémon kwijt, maar nu Hatterene. Ik ga wisselen, jongens. Ik ga wisselen naar Slowbro. Ik wil wel eens zien wat Slowbro kan. Want die poison move, die is namelijk ook super effective. Weet niet of dit slim is, jongens. Ik weet niet of dit slim is. Ik weet namelijk niet of ik sneller ben. Maar ja, waarschijnlijk ben ik niet sneller. Oké. Let's do this. Max Ooze. En ik mag nu wel sneller door mijn ability. Quick Draw ability is super nice. Het is heel onvoorspelbaar. Dus je kan er ook niet altijd op rekenen. Maar hey, deze eerste klap mag ik als eerste uit gaan delen. Oké. Laat maar zien wat je waard bent dan, Galarian Slowbro. Jullie hebben erom gevraagd. En hier is die, Galarian Slowbro. Tegen Dynamax Hatterene. Nou, ik mag dus als eerst. Ik denk alleen niet dat ik hem ga one-shotten. En dat kan wel eens een probleempje zijn. Wel meer dan de helft van de HP weg. Maar de tweede beurt ben ik waarschijnlijk niet sneller. Oeh, Max Flare.
Oh, dan had mijn Berserker echt een groot probleem gehad, jongens. Dat is natuurlijk super effectief op mijn Berserker. Ja, en dit is ook wel heftig. Durf ik dit aan? Ik ga het wel proberen. Oh, ik ben sneller! Ik ben sowieso sneller! Lekker, man! Lekker! Hatterene is down! Dit was een risicootje die ik nam, omdat ik dacht dat ik niet sneller zou zijn en er nu sunlight was. Dus ik zou meer damage krijgen als die nog een keer een vuuraanval zou doen. Maar hé! Hey, Oké. Samen doen we deze challenge, jongens. Samen doen we dit. Lekker! Slowbro heeft het gewoon gefixt. En echt geluk dat we Berserker niet in hebben gezet voor die finale battle. Want anders waren we Berserker gewoon kwijt geweest. En nu gaat hij een level omhoog naar 56. Ja, jongen. Lekker. BD, je mag nu echt gewoon weg. Gewoon weg. Wegwezen. Je hebt het niet eens verdiend om hier te staan. En nu verlies je weer. Maar het publiek zegt, nee, niet stoppen. Niet stoppen met je carrière. En inderdaad, BD wordt de nieuwe gymleader van Ballonlia. Ah, deze eerste battle. Weer gelukt zonder Pokémon te verliezen, jongens. En dat was dankzij Galarian Slowbro. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!